En dan nog dit, afgelopen maandag gaf Big Benny een persconferentie in de Oranjerie. Big Benny, die kennen we natuurlijk vooral van de feesttenten. Net als volkszangers Roy Zelder en Patrick Gerrits Oetremen, was hij vorig jaar op derde kerstdag in een heel andere setting te zien, samen met Big Ben Boeste. Het concert werd een groot bezocht. En ondanks dat het slechts eenmalig was, besloten de heren deze week om toch weer een poging te gaan wagen. Het gevoel dat we zien aankomen door de enorme respons op Facebook en face-to-face. En hebben we uiteindelijk een paar vergaderingen gehad. En toen hebben we besloten, Patrick. Ja, we hebben besloten met ons drieën en met het bestuur dat we de derde kerstdag door gaan zetten. Ja. En dat dus 27 december 2017 weer een nieuwe show van Angers kunt. En ja. Ja, er is dus met Big Benny en Patrick. En de Big Ben Booster, die er ontzettend veel zin in hadden. Normaal is het niet wat hun eigen repertoire. Het is compleet wat anders, maar juist daarvoor waren een uitdaging. Big Ben Booster geeft ervoor. Volgende maand gaat de kaartverkoop al van start. Welke gastartiesten ook zullen optreden is nog niet bekend. En ook over het repertoire willen de heren nog weinig zeggen. Ja, veel te klappen. Nee, dat is nog niet. Dit is meer in de vorm van bloot was en hanen.